la 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 la. Een hele goede frisse morgen, Find the Creator op je beeldscherm. En vandaag ben ik extra vrolijk. Waarom? Dat gaat jullie zo direct wel helemaal duidelijk worden. We gaan vanavond, of vandaag eigenlijk iets heel spannends doen. Ik ben onderweg naar mijn auto. En ik neem jullie lekker gezellig mee. Dus kijken hoe licht het is, het beeld licht is. Rustig aan met die camera, joh. Het is een mooie frisse dag vandaag. En al helemaal in mijn hoofd. Want in deze video gaan jullie uiteraard zien waarom ik zo goed gestemd ben. Ah! Well, it depends on how you look at it. If we're family, if we're brothers, I'm gonna stay the same. Dus als je mijn kanaal hebt gevolgd, dan weet je dat ik had aangekondigd dat ik maandag 4 november, toch? Een hele belangrijke mededeling zou lanceren. We komen steeds dichter op de waarheid. Ik moet heel even een belletje doen. Maar ik sta op het punt om Find the Creator naar een hoger niveau te brengen. En daar ben ik heel erg enthousiast over. Ha! Enthousiast? Ik ontplof bijna van enthousiasme. Wat een lol. Maar ik moet heel even een belletje plegen. Ik had al een beetje het gevoel. Ja, natuurlijk kom ik bij jou. Moet je kijken, we komen binnen hier in een heel mooi pand. En ik heb iemand hier, zijn naam is nog gruwelijker officieel dan die van mij. Dus wanneer je denkt dat je een mooie naam hebt, wat is het? Riangelo. Riangelo, ja, lijp. Goed, laat me dit ding even aan de kant doen. Nah. I'm good. Het voelt alsof ik zelf mijn eerste huurcontract of mijn eerste overeenkomst aan het tekenen ben. Nou, zoals je al zei, dit was mijn nier. Hier gaat mijn lever. En daarvoor terug bij je B. So welkom. Dus mensen, ik zet nu mijn handtekening, want Find the Creator Studios is nu officieel. En we gaan meer content maken, joh. Het wordt een geweldige periode. Yes. Denk je. Yes. Dus mensen, dit is de sleutel tot succes. En wil je zien waar ik gevestigd ben? Laat me heel even die camera draaien. Ik zit in dit pand. En dan wel op de bovenste etage. Ja joh. Ik ben blij, zo blij. Ik ben blij. Je kan je al voorstellen hoe blij ik natuurlijk ben. Ik ga nu even richting huis. Ik moet een nieuw cilinder ophalen. Om de boel op slot te kunnen gooien. En dan kan ik hier de binnenkant laten zien van Find the Creator Studios. Ha! Nou, ik ben lekker thuis geweest. En ik heb het cilinder opgehaald. Wat ik straks ga installeren. Maar het is natuurlijk leuk om jullie even een rondleiding te laten zien. We zitten in Amsterdam Zuidoost. Bijlmerstation is op steenworp afstand. Nou, we gaan de sleutel even aanbieden. En de deur gaat open. Geweldig. Nogmaals, ik zit op de bovenste etage en het pand is voor nu nog leeg.
De contracten worden nu getekend, vandaag getekend. Ik ben ook één van de eerste, volgens mij de eerste die zijn contract heeft getekend. Dus dat is wel echt lijp. De lift is er. Pater. Ja. Lijpe schissel, mijn nissel. Je weet toch als je voor het eerste cadeautje hebt, of je hebt een cadeau vers gekregen, of het is onderweg, hoe enthousiast je bent. Oef. Wij gaan naar de hoogste etage in dit pand. Het wordt een heel creatief hall. Ik ga jullie een rondleiding geven. The gates to heaven. Ja, kijk. Zo komen we uit de lift. We hebben hier de trap naar beneden. En ik hoor... Ik hoor stemmen. Dat wil zeggen dat er iemand aanwezig is in het pand. Dan kijk maar. Dit is de hele etage. De hele vloer. Er zitten allemaal units. Die zijn onderverdeeld. Onder verschillende huurders. Mooie grote open ruimte hier. Vanzelfsprekend de toiletten. Deze sluit ook niet helemaal aan. Dus misschien dat daar iets aangeraakt moet worden. En, hi, we hebben hier een heel net keukenblok tering. Eens even kijken of er een vaatwasser in zit. Met vaatwasser. Dat is niet slecht. Dus het ziet er hier echt geweldig uit. Dus uiteindelijk laat ik jullie zien waar Finder Creator Studios realiteit zal worden. Kijk de sleutels. Ah, hier zijn we dan. Open. Ready to open. En hier. Ja joh. Tada! Welkom in deze geweldig mooie grote ruimte. Waar wij een hele mooie studio van gaan bouwen. Ik ben zo blij, joh. Zullen we naar het uitzicht kijken? Dit is het uitzicht. Grappig is, in dat gebouw heb ik gewerkt zelfs. En uiteraard... Tada! Een prachtig mooi uitzicht op onze arena. Maar natuurlijk zijn we in Amsterdam. En dan kan je uiteraard niet in de buurt van de arena wonen. Wat een geluk. Oh. Wat een ruimte, joh. Wat een ruimte, joh. Dit is allemaal van mij. Eens even kijken. Is toch prachtig? Dus, stel je maar voor... Wat ik hier allemaal in deze ruimte kan doen. Wat ik tot op heden niet heb kunnen maken. De bedoeling is om in deze ruimte, Finder Creator Studios,
andere content te maken die jullie tot heden niet op mijn kanaal hebben gezien. Bijvoorbeeld, video's, food video's. Tot op heden heb ik niet heel veel gedaan met mijn kookkunsten. Ik heb een aantal video's wel online staan. Met name op Facebook ben ik heel erg actief. En daar ziet men mijn kookkunsten. Maar ook in deze studio zal er worden gekookt. Dat is zo vet, joh. Wij gaan eten reviewen. Bereid je maar voor. Al die gekkigheid die in de winkel te koop is, die gaan we eens een keertje onder de loep nemen. We zetten onze camera's erop. En we gaan daadwerkelijk even uitpluizen hoe die rommel nou smaakt. Interviews, podcasts, tafelsessies, live sessies. Ja, Find the Creator Studio wordt daadwerkelijk een plek om mijn kanaal naar een hoger niveau te brengen. Ik zal zeggen, hou me in de gaten. Ik zal in wijze van video's en foto's jullie up-to-date houden hoe ik deze studio bij elkaar ga timmeren. Het is heel wat werk wat ik moet doen. Een aantal dingen die gerepareerd moeten worden eerst. En daarna zal ik moeten gaan nadenken hoe deze ruimte zo functioneel mogelijk kan worden ingericht. Ik ben heel blij met het licht hier. Het is lekker helder, mijn camera heeft goed licht. Maar jongens en meisjes, dit was dus het grote nieuws. Find the Creator Studios is gerealiseerd. We hebben hier de sleutels daarvan in de hand. Ah!